De raadsvergadering van donderdag 27 maart. Opening en vaststelling van de agenda, een toespraak van de voorzitter, burgemeester van Zomeren, het afleggen van de eed of belofte door de benoemde en toegelaten raadsleden, het benoemen van commissievoorzitters en commissieleden en dan de sluiting. Dus het is heel vlug gebeurd, maar deze officiële gelegenheid willen we niet aan u voorbij laten gaan. Wij schakelen vast naar de zaal. Dames en heren. Ik begin met de constatering dat wij vanavond geen insprekers hebben. Agenda leende zich daar niet toe. Alles was tevoren al besproken. De kiezer had gesproken. Geen insprekers, wel nieuwe raadsleden. En dat ik geconstateerd heb, betekent dat ik gelijk over kan gaan naar het agendapunt 1. En dat betreft de opening en vaststelling van de agenda. En voordat ik de vergadering open, verzoek ik u te gaan staan voor het gebruikmoment van stilte. Dank u wel. Dan is daarmee de vergadering geopend. En aansluitend wil ik u vragen of u kunt instemmen met de agenda zoals u die pas laat heeft ontvangen. Na de vorige vergadering in de oude samenstelling en nu een agenda voor uw raad in de nieuwe samenstelling. En ik wil u daarbij vragen of die agenda vastgesteld mag worden, inclusief het kennis nemen van de felicitatiebrief die u van de zijde van het college van gedeputeerde staten van Noord-Brabant heeft ontvangen. Zojuist binnengekomen en ook op uw tafel gelegen. Vraag is of u daarmee kunt instemmen met de agenda. Dat is het geval. Dan kan ik voorts nog constateren dat de agenda dus is vastgesteld, dat er verder geen berichten van verhindering zijn ontvangen. En dat ik dan meteen al door kan naar het agendapunt 2. En daar staat opgenomen dat er een toespraak van uw voorzitter is. Dat klopt. En daarom ga ik toch weer richting het spreekgestoelte om een enkel woord tot u te richten. Geachte raad, geachte raadsleden. Eergisteren was het afscheid van de oude raad en vanavond de installatie van de nieuwe. Mijn toespraak had bij dat afscheid een welhaast Cubaanse lengte. Ik heb het eergisteren al geconstateerd. Maar natuurlijk ben ik daar zelf schuld aan. Maar een verzachtende omstandigheid was toch wellicht dat van de vorige raad 11 leden hebben afscheid genomen. En die laat je toch niet met 2 afscheidszinnen vertrekken. Mijn bijdrage aan de vergadering van vanavond zal aanmerkelijk korter zijn. En ik wil beginnen met een hartelijk welkom aan de leden van de Raad van de gemeente Gemert-Bakel. Sommigen van u helemaal nieuw, sommigen vertrouwd en sommigen opnieuw vertrouwd. Een nieuwe raadsperiode is ingegaan. Daarom wil ik ook bij de start van deze nieuwe raadsperiode de griffier welkom heten. De wethouders. Maar die zitten niet op de gebruikelijke plek. Het was even bijzonder handig even net, want dan kom je ineens de heer Bevers, de heer Vogels, de heer Hoppenzak tegen op een hele andere plek. Ze hebben plaatsgenomen tussen de raadsleden, want ook zij zijn na 19 maart opnieuw gekozen. Tot de komst van het nieuwe college hebben zij een dubbelrol, raadslid en wethouder, zij het in demissionaire staat. Er zijn meer personen welkom te heten en dan kijk ik naar de publieke tribune met daarop veel familieleden, vrienden en bekenden van de raadsleden. En uiteraard ook alle overige aanwezigen op de tribune hartelijk welkom. Maar ook de directie en de plaatsvervangend griffier. Natuurlijk ook welkom aan de kijkers en luisteraars via Omroep Centraal, aan de aanwezigen van Omroep Centraal en, maar dat hoeft niet, de aanwezigen van de schrijvende pers. Wie weet komen ze nog. Een ieder hartelijk welkom op deze toch bijzondere raadsvergadering. Een vergadering in het bijzonder voor de raadsleden die nu hun intrede doen als nieuw raadslid. Voor de raad als geheel geldt: op 19 maart bent u gekozen, u bent inmiddels benoemd en toegelaten en straks volgt de slothandeling. Uw beëdiging tot lid van de Raad van de gemeente Gemert-Bakel. Maar voor ik daartoe overga, wil ik nog wat toevoegen. Daarbij ga ik een paar weken terug. Aan de gemeenteraadsverkiezingen namen 7 partijen deel. Alle 7 hebben zij actief campagne gevoerd.
Voor mij was het de eerste keer dat ik de gemeenteraadsverkiezingen in Gemert-Bakel meemaakte. Tevoren heb ik aan de fractievoorzitters gevraagd of het gebruik was om hier vooraf afspraken over te maken. Die noodzaak was er niet, het ging altijd goed. Daarom geloof ik nu nog steeds dat elke deelnemende partij maximaal 50 borden heeft geplaatst, zoals in de brief die u al vele malen bij verkiezingen is toegezonden, is opgenomen. En die nummertjes 4 op de rotondes waren natuurlijk geen borden. Er zou sportief geplakt worden. U heeft dat ruim geïnterpreteerd door lange afstanden te overbruggen om alles geplaatst te krijgen en zelfs ook nog hoge ladders te gebruiken om alles hoog in de lantaarnpalen te krijgen. En zo nu en dan is tijdens de campagne ook wel eens gebleken dat de pot de ketel wel eens wat verweet. Maar hoe het ook zij, de 7 deelnemende partijen hebben zeer actief campagne gevoerd. Het meest duidelijk kwam dit naar voren in de huis-aan-huis-reclame. Die heb ik ook in andere gemeenten gezien. Daar soms alleen maar een visitekaartje van een kandidaat of een stukje papier, heel klein stukje papier, met heel veel tekst erop. Dan hier. We hadden onze gezamenlijke verkiezingskrant in een mooi formaat en met een goede inhoud. En uw verkiezingsmateriaal was dat bijna ook altijd. Ook van groot formaat, ook van goede inhoud. Op de 7 lijsten stonden in totaal 208 kandidaten. 21 daarvan zitten nu hier rond de tafel in de raadzaal. De nieuwe raad van de gemeente Gemert-Bakel. Vooraf heb ik gezegd dat mijn rol tijdens de campagneweken een onafhankelijke en onpartijdige zou zijn. Dat leek me geen verrassing. Ik heb me op 2 zaken gericht. Dat was in de eerste plaats erop wijzen dat partijen zelf verantwoordelijk zijn voor de op hun lijsten geplaatste kandidaten. En ook met de partijen afspraken gemaakt over de te volgen procedures voorafgaand aan de benoeming van de wethouders. Ik vond het verheugend te kunnen constateren dat we daar snel en vooral ook goed uit zijn gekomen. Vanuit mijn onpartijdige rol vond ik dat ik wel aan opkomstbevordering mocht doen. Met name bij diegenen die voor het eerst zouden gaan stemmen. Wijzen op het belang daarvan, niet op de vanzelfsprekendheid ervan. En dan is het 19 maart. Ik had maar 2 mensen, ik heb het al eerder gezegd. Een hogere opkomst dan 4 jaar geleden, dus hoger dan de 54,75%. Omdat te horen en te lezen was dat de opkomst fors lager zou worden en zelfs te lezen was dat dit de schuld van de burgemeesters zou zijn, omdat die niet worden gekozen maar benoemd, het leek mij te veel eer, had ik een tweede wens, dan toch in elk geval meer dan 50% opkomst. Het werd een lange dag, nog geen stemcomputers en dus na afloop tellen op de 15 stembureaus. Met een goede sfeer op de stembureaus, zo heb ik zelf kunnen constateren in mijn rondje samen met de gemeentesecretaris. Overigens hebben wij bij alle bureaus stapsgewijs afgepast hoe ver de verkiezingsborden van de ingang afstonden. Overal was dat meer dan 5 meter, al dan niet geholpen door zijwind. Complimenten dus. De controle ging gelukkig niet zo ver, en ik kon niet laten om het even te melden, ging gelukkig niet zo ver zoals in de tijd dat ik zelf nog zitting had in een stembureau. De ambtenaar die daar vanuit de gemeente zitting had, noteerde meteen of iemand met zijn hond naar het stembureau was gekomen. Later werd dan op het gemeentehuis nagekeken of daarvoor ook belasting was betaald. Maar dat was het in een tijd dat het woord privacybescherming nog niet bestond. Ik zei het al, ik had 2 wensen. Blijdschap was er dan ook toen de opkomst hoger was dan 4 jaar geleden, 55,78%. U had die wens natuurlijk ook, maar u had nog hele andere wensen. Vooraf heb ik u allemaal zetelwinst toegewenst, veel zetelwinst toegewenst, en dat is niet uitgekomen. Op de verkiezingsavond hebben we moeten vaststellen dat de VVD het net niet gehaald heeft en de PvdA net wel. Hoe flexibel, maar vooral hoe blij ben je als je net hebt uitgesproken dat het te betreuren is dat die ene huidige zetel geen zetel meer is, maar na toevoeging van de stemmen van de laatste 2 stembureaus die ene zetel net behouden blijft. Vreugde was er ook bij 2 partijen die nu hun intrede in de nieuwe raad doen, bij OPA en bij D66. Bij D66 wil ik daar gelijk aan toevoegen dat nu
die blijdschapper enerzijds was omdat nu gelukt is wat 4 jaar geleden net niet lukte. Maar tegelijkertijd was er sprake van een lichte teleurstelling dat de 2 zetels net niet lukte. De dorpspartij bleef constant, 4 bleef 4. De lokale realisten hadden enige teruggang verwacht, gelet op de grote winst van 4 jaar geleden. Maar dan toch blijf je hopen op meer dan 5 zetels die het uiteindelijk zijn geworden. Dan het CDA. Daar gebeurde het omgekeerde van 4 jaar geleden. Nu winst van 4 naar 7, van 9, van 7. Ik was al de optelling aan het maken. Van 7 naar 9 zetels. Op de verkiezingsavond gaf een tussenstand een nog hoger aantal aan. En dat is meteen het nadeel van werken met tussenstanden. Want als de eerste stembureau-uitslagen binnenkomen, en het is van stembureaus waar de aanhang van het CDA altijd al hoog is, dan werkt dat gelijk door. En bovendien, als nog niet alle partijen de zetels hebben of nog op 0 staan en van 0 naar 1 de hindernis nog niet genomen was, dan komt ook in de rest zetelverdeling werkt dat door. Dat hogere aantal is het dus niet geworden. 9 wel. Maar ik had niet de indruk dat dat de stemming binnen het CDA kon drukken en dat die stemming eronder te lijden had. Zo is er de situatie dat we 21 raadsleden hebben behouden, maar in een andere verdeling. CDA 9, lokale realisten 5, dorpspartij 4, D66 1, OPA 1 en de PvdA 1. En een placering in de nieuwe raad zoals die was, van groot naar kleiner. Met als gevolg, als ik het zo snel bekijk, dat nu de heer Vogels op de plek van de heer Verkampen zit. Met 208 kandidaten is gestart. 21 zijn er over. Ik wil u allen hartelijk feliciteren met uw benoeming en toelating als raadslid. Tegelijk hoop ik dat velen, liefst alle van die resterende 187 kandidaten, betrokken blijven, politiek betrokken blijven en nog liever ook zeer actief betrokken blijven. Dat aantal verder groeit, een goede basis legt voor verkiezingen over 4 jaar, zodat ons dan beschouwingen bespaard blijven, dat ons democratisch bestel op de helling zou moeten en dat er al alternatieven in de maak zouden zijn. Ik denk dat ons democratisch bestel, het huidige bestel, nog altijd goed is, maar dan moet het landelijk uit meer dan, zoals Bert Wagendorp in de Volkskrant schreef, 300.000 leden van politieke partijen bestaan, waarvan slechts een gering percentage actief is en de gemiddelde leeftijd 60 jaar is. En moeten meer dan 25% van de jongeren gaan stemmen. Als de oorzaak gelegen zou zijn in het feit dat de politiek te ver van de burger afstaat, of dat er te weinig contact is met de burger, of dat er sprake is van te veel jargon, dan klopt dit in mijn beleving niet voor onze situatie. Steeds weer is te merken dat in heel veel gevallen de bekendheid van de kandidaten hier, van ons, van u dus, bij de bevolking hoog is. Ook hoop ik dat een trend die landelijk steeds zichtbaarder is, die van de one-liners, die van het korte succes, het hier niet redt. Of zoals Jantien Kriens, de voorzitter van de directieraad van de VNG, het noemt, dat debatten meer zijn dan de vraag wie de beste quote levert, het debat meer is dan een basale woordenstrijd. Graag noem ik ook een kop uit het Chemisch Nieuwsblad van 18 maart 2014 over onze laatste reguliere raadsvergadering. In de oude bezetting toen nog, 13 maart. De vergadering, zo schreef het Chemisch Nieuwsblad, was een harmonie. En ik hoop dat wij die in de komende raadsperiode ook hebben, goed met elkaar omgaan. Maar dat dat niet alleen op een manier is dat er geen debat zou kunnen zijn. Integendeel, dat zou juist wel moeten, maar wel met respect en waardering. In elk geval begrip voor elkaar standpunten. Ik ben ervan overtuigd dat u dat ook wilt. De komende tijd, die zal druk worden. Ik noem dit niet om gelijk een afschrikwekkend beeld neer te zetten. De agenda op 1 april... 's avonds en 11 april de hele dag, u heeft er al bericht over ontvangen, is ons inwerkprogramma. Op 9 april 's avonds is er een inwerkprogramma, een avond van PIL 6.1. Maar juist in een tijd dat er zoveel in beweging is, is het voor u denk ik ook heel plezierig om aan de knoppen te zitten.
Bovendien, we hebben geprobeerd bij zoveel mogelijk gebeurtenissen ook prettige onderdelen aan het programma toe te voegen. Hoe was dit 4 jaar geleden? Mijn voorganger, de heer Van Maasakkers, zei toen dat er iets extra's van de Raad werd gevraagd vanwege enkele fundamentele vragen. De rol van de overheid ten opzichte van de inwoners, oftewel moet de overheid overal voor zorg dragen? Hoe ziet onze gemeentelijke organisatie eruit? Welke financiële maatregelen zijn vereist? En hoe de toekomst van de intensieve veehouderij te zien in relatie tot gezondheidsvraagstukken? 4 jaar geleden ook al, nu ook. En er zijn vragen bijgekomen. Overal zie je nu in regionaal verband extra taken ontstaan, extra vergaderingen plaatsvinden. En dat was hier recent ook het geval, met name met betrekking tot PIL 6.1. En er zijn natuurlijk de komende tijd zeer intensieve trajecten doorlopen met betrekking tot de ingrijpende 3 decentralisaties. 1 opmerking wil ik graag nog van mijn voorganger lenen. En die is dat bestuurlijk wantrouwen binnen de Raad, maar ook tussen Raad en College, geld kost. En geld hebben we toch al niet te veel. Een constructieve aanpak van de problemen, zo u wilt uitdagingen, is zeer gewenst. En dat moet kunnen slagen nu in vrijwel alle verkiezingsprogramma's sprake was van het belang van een structureel sluitende begroting, meerjarig. De weg daarnaartoe verschilt nogal, maar dat zie ik dan toch maar meer als uitvoering. Wellicht dat de berichten van vandaag dit vergemakkelijken. De culo-cijfers zijn binnen en daaruit blijkt dat onze gemeentelijke lasten gemiddeld net iets lager zouden liggen dan in Helmond, maar ook in Laarbeek. Ze zijn nog vers, dus het moet nog even goed bekeken worden, maar als het zo zou zijn, zou het niet verkeerd zijn. Ik hoop dat vanavond de start markeert van een nieuwe raadsperiode in goede harmonie, met goede debatten, constructief, soms stevig en scherp, maar toch ook zeker met momenten waarin we in gezamenlijkheid op prettige wijze bijeen zijn. Ook dat onderdeel zou moeten deel uitmaken van onze agenda's. U heeft zitting in de Raad om de belangen van de hele gemeente te dienen. De verdeling van de 7 dorpen, de verdeling over de 7 dorpen, mag daarbij geen rol spelen. En dat is goed voor Elsendorp, want die zitten niet rechtstreeks in deze Raad vertegenwoordigd. De Mortel, de Rips, Handel en Milhezen wel, elk met 1 raadslid, Bakel met 5 raadsleden en Gemert met 12. En zo bezien is het maar goed dat besluitvorming niet plaatsvindt op vertegenwoordiging per dorp. Er is nog een verdeling te maken, die tussen mannen en vrouwen. In de oude raad was dat 15-6 en vanaf vanavond is het 13-8. Dus 38% van de raadsleden is nu vrouw. Landelijk is dit 26,5%. Voor alle provinciale staten in Nederland is het 34%. En bij onze provincie is dat 38%, al kan mevrouw Van Ekstel dat misschien even iets naar beneden halen. Wat ik me nu ook realiseer is dat ik toen ik hier startte, u toen al gestart was. Nu beginnen we tegelijkertijd aan de nieuwe raadsperiode. Hopelijk lukt mede daardoor beter dan in de afgelopen periode wat ik me had voorgenomen. Met enige regelmaat op wat meer informele wijze gesprekken met u hebben, individueel, maar ook met de fracties. Het is er veel te weinig van gekomen. Dat voornemen heb ik nu opnieuw. Hopelijk wordt het nu niet opnieuw gedwarsboomd door een grote stroom van gebeurtenissen, dingen van alle dag, maar die toch altijd weer even voorrang moesten hebben, leuk of niet. Leden van de Raad, ik kom bij het hoogtepunt van de avond, uw installatie. 4 jaar geleden werden 7 nieuwe raadsleden begroet. Vanavond zijn dat er 11. Van die 11 zijn er nieuwe en opnieuw nieuwe raadsleden. Dus 10 raadsleden zijn gebleven. Op alfabetische volgorde. De heer Martin Bankers, mevrouw Thea Bevers van Vijwijken. De heer Toon Koopmans, mevrouw Inge van Dijk. De heer Willy van de Heuvel. De heer Huub van Hout. Bijna dezelfde plek. Ja. Mevrouw Dini Methorst van Kessel. Mevrouw Wilmi Steeks. De heer Harry Verkampen. En de heer Willem de Wit. Opnieuw nieuw
de heer Jan Bevers, mevrouw Anke van Ekstel van Katwijk, de heer Henk Giebels, de heer Roel Hopperzak, de heer Peter Masterbroek en de heer Ton Vogels. En echt nieuw, de heer Frans Vales, de heer Stefan Jansen, mevrouw Anita Relou, mevrouw Miranda de Ruiter van Hoof en mevrouw Anita Smits Overbeek. Ik wens u allen een goede raadsperiode toe met een goede onderlinge samenwerking. En ook een goede samenwerking met het college. Ik heb het al gezegd, u bent gekozen, u bent benoemd en toegelaten tot de raad. Nu volgt het slotstuk, de beëdiging. En het is goed daaraan hier in deze openbare vergadering aandacht te schenken. Het gaat om meer dan alleen maar dat ene zinnetje dat u straks noemt. Het gaat om hoe u hier bent gekomen en het gaat om uw toekomstig handelen. Ik verzoek u straks, als ik uw naam noem, te gaan staan. Nee, daar staat u al. Ik verzoek u straks om te gaan staan op het moment al dat ik zowel de eed als de belofte afzonderlijk wil voorlezen. En dan wil ik afzonderlijk bij u vragen naar de eed en de belofte. Ik zou daar nu graag toe willen overgaan en ik wil dan beginnen met het lezen van de eed en de belofte. Daarbij wil ik eerst de eed doen. Ik lees de hele tekst en degene die kiest om de eed af te leggen eindigt met zo waarlijk helpen mij God almachtig nadat ik de naam van de betreffende persoon heb genoemd. Ik zweer dat ik om tot lid van de raad benoemd te worden, rechtstreeks nog middelijk, onder welke naam of voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik zweer dat ik om iets in het ambt te doen of te laten, rechtstreeks nog middelijk, enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik zweer dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als lid van de raad naar eer en geweten zal vervullen. Dan de belofte. Ik verklaar dat ik, om tot lid van de raad benoemd te worden, rechtstreeks nog middelijk, onder welke naam of voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik verklaar en beloof dat ik om iets in het ambt te doen of te laten, rechtstreeks nog middelijk, enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik beloof dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als lid van de raad naar eer en geweten zal vervullen. En degene die de belofte willen afleggen, daarvoor geldt dat zij dan straks zeggen, dat verklaar en beloof ik. Graag zou ik de ronde willen doen zoals u nu de plaats hebt ingenomen. En dan zou ik willen beginnen met... Nee, ik ga u eerst vragen of u wilt gaan staan. En dan begin ik bij de heer De Wit. U doet de eed of de belofte. Dan is het zo waarlijk helpen God... Help mij God almachtig. Zo waarlijk help mij God almachtig. Mevrouw de Ruiter. Zo waarlijk help mij God almachtig. De heer Verkampen. Zo waarlijk help mij God almachtig. De heer Jansen. Zo waarlijk help mij God almachtig. Mevrouw van Dijk. Zo waarlijk help mij God almachtig. Mevrouw Relou. Zo waarlijk help mij God almachtig. Mevrouw van Ekstel. Zo waarlijk help mij God almachtig. Mevrouw Smits. Zo waarlijk help mij God almachtig. De heer Van Hout. De heer Hopperzak. Dat verklaar en beloof ik. De heer Van de Heuvel. Dat verklaar en beloof ik. De heer Vogels. Dat verklaar en beloof ik. Mevrouw Methorst. Zo waarlijk help ik mij God almachtig. De heer Bankers. Dat verklaar en beloof ik. Mevrouw Steeks. Zo waarlijk help ik mij God almachtig. De heer Koopmans. Zo waarlijk help ik mij God almachtig. Mevrouw Bevers. Zo waarlijk help ik mij God almachtig. De heer Bevers. Zo waarlijk help ik mij God almachtig. De heer Giebels. Dat verklaar. De heer Vales. Zo waarlijk help mij God almachtig. En de heer Masterbroek. Dan dank ik u zeer voor de eed, het afleggen van de eed en belofte. En kan ik zeggen dat ik de geachte raadsleden hartelijk geluk wens met de benoeming en heel veel succes wens. De bloemen, u heeft al gezien, die staan al klaar. Eergisteren was het een heen en weer gelopen met bloemen. We hebben nu maar besloten om de bloemen bij het begin van de nieuwe raadsperiode de raadzaal een fleurig tintje te laten geven.
na vanavond mogen ze bij u thuis bijdragen aan een fleurig tintje. En hopelijk is het voor u een plezierige herinnering aan deze avond bij de start van deze nieuwe raadsperiode 2014-2018. Ik kom dan meteen bij agenda punt 4. En die is ook kort, want u heeft het al gezien. Bij binnenkomst, na de sluiting, is er wederom de mogelijkheid de nieuwe raadsleden, voor eergisteren was het het afscheid nemen van de oude raadsleden, nu is er de gelegenheid voor u allen om de nieuwe raadsleden te feliciteren, maar ook om gewoon na afloop nog even wat bij te praten met een drankje erbij. Dat was ook de reden dat er geen koffie geserveerd is, want we dachten dat we 9 uur niet zouden halen. En we kunnen hierna gelijk verder. Dan de gebruikelijke zin, die hoef ik niet te zeggen. Ik verzoek u te gaan staan voor het gebruikelijke moment van stilte. U staat al, maar toch even wil ik besluiten met het gebruikelijke moment van stilte. Tribune, hartelijk dank. U gaat ook staan. Dank u wel. Dan is deze vergadering gesloten. Ja, ik kan het even doen. Ja, dat is goed. Dat kan we samen.